Het is vandaag vrijdag 5 januari en ik wens iedereen een heel gezond, gelukkig en fijn en met heel veel plezier en gezelligheid 2018. En ik heb het gevoel dat 2018 goed is begonnen. Ik ben gisteren en vandaag naar het AMC geweest. Ik heb de uitslag ook van mijn longtest. Mijn longen gaan hartstikke goed. Die zijn zelfs, kwamen zelfs beter uit de test dan mijn leeftijd. En dat is heel goed. Over 3 weken worden ze weer getest. Want graft versus host, je weet wel, hè, die stamcellen die ik heb gekregen. En die stamcellen die vallen dus nu mijn eigen cellen aan. En op zich is dat niet alleen slecht nieuws, want het goede nieuws is dat ze dus dan ook de kankercellen aanvallen. Maar die graft versus host is heel lastig te behandelen in de longen. Dus vandaar dat ze dat goed in de gaten moeten houden en dat regelmatig testen. Nou, dat is goed. Die uitslagen zijn, waren goed. Helaas wel graft versus host in mijn darmen. Nou, de laatste keer was dat ook zo, dus ik zit aan de prednison. Wel de dosis iets verlaagd, maar de laatste keer mocht ik hem helaas niet verlagen. Omdat het risico dat die graft host zich helemaal weer gaat manifesteren is dan te groot. En dan ga je weer naar een veel hogere dosis prednison. Dus vandaar blijf ik voorlopig even pas op de plaats met de dosis van de prednison. En vandaag ook naar het AMC geweest, want ze dachten dat ik graft versus host gynaecologisch heb. Maar ook dat is niet zo. Ik krijg wel een hormoonzalfje, maar voor de rest daar geen graft versus host. Dus in de darmen, op de huid en op mijn nagels. Maar dat is gelukkig dankzij de prednison goed tegen te gaan. En hoe voel ik me? Nou ja, ik heb een prima kerst en oud en nieuw gehad. Snel moe, dat nog wel. Aan de andere kant heb ik soms het idee van ik ga gewoon weer lekker werken. Maar ja, dat kan niet helemaal. Ook omdat ik natuurlijk op moet passen met infectiegevaar. Kleine klusjes, inspreekklusjes, dat gaat gelukkig wel. En montageklusjes thuis, dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. En het is 2018. En voor mijn gevoel wordt dit gewoon een gezond en fijn jaar. Waarin ik hopelijk helemaal weer de oude gaan worden. En dan wel de 2.0 versie. Want je wordt nooit meer de oude, heb ik begrepen. Maar dan een andere versie van jezelf. En ja, ik wens iedereen ook al het goede. Wat zou ik nog meer kunnen vertellen? Oh, ik ben naar de kapper geweest. Moet je kijken. Ik ben net bij Arie geweest. En ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ben er helemaal blij mee. Ja, ik heb eigenlijk toen ik kaal was het laten groeien en nooit meer wat eraan gedaan. En dan krijg je echt een beetje van die piekjes. En ja, Arie is mijn vaste kapper. Ik ben nogal eenkennig. Die zit hier om de hoek bij mij. En daar ben ik net geweest. En die heeft leuk geknipt, allemaal weer kort. Dus het zit eigenlijk wel weer helemaal toppie-joppie. En het is ook wel weer eens lekker om naar een kappertje geweest te zijn. Maar ik hou jullie op de hoogte. Volgens mij heb ik nu alles verteld wat ik wilde vertellen. En tot snel. Tot later. Hoi hoi.